Hallo review vriendjes, hoe is het met jullie? Met mij is het goed. En waarom? Omdat ik blij ben, het zonnetje schijnt, de terrassen zijn open en Ajax is kampioen geworden. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft tot acht met je opgestuurd? Laten we eens even kijken. Wat drinken, leuk. Het is niet zomaar wat drinken, het is kombucha. En dan hoor ik jullie denken, kombucha Jan, wat is dat dan? Hé, dat ruimt. Kombucha is heel smerig. Kombucha is heel erg goor. Dat is namelijk een soort drank wat op verrotting is gebaseerd. Fermentatie, ik heb het namelijk zelf gemaakt voor Jans Reviews. Even kijken. Ahmed vertelde me laatst dat hij via een analyse had gezien dat 96% van de kijkers van mijn reviews man zijn. En ik denk dat hij graag wil dat ik ook de vrouwelijke klanten ga bedienen. Dus ik zit nou in een veganistisch, macrobiotisch wijvendingetje te brouwen. Maar goed, we doen alles voor de kijkertjes, toch? Twee liter kokend water. Even lekker roeren. Dit is toch leuk? Nee, is niet leuk. Is dit weer van de lucht, joh? Oh! Een soort organisme. Moet je 2 weken wachten. Er zitten nu 2 van die vieze moederkoekjes in. En het stinkt! Maar nu moet ik dit ding eruit halen en die ander, die moet ik even in het bakje leggen. Maar het leeft. Dus ik moet voorzichtig zijn, want anders gaat het dood. Oh mijn god, wat is dit vies. Kijk, dit is dus... Dit is helemaal doorgegroeid, het is nog dikker en goorder dan het was. En dit is dus de nieuwe Scoby. Die is gewoon vanzelf gegroeid. De fles met kombucha is nu gevuld. Het stinkt en het ziet eruit als een fles met pis van een oude geit. Nu nog 2 dagen in de koelkast en dan schijnt het dus lekker te zijn. Gaan we. 1, 2. Dat is nog niet goed. Het smaakt naar zoete thee, maar dan gefermenteerde zoete thee. Je zou het ergens verrotte zoete thee kunnen noemen. Het begint een beetje omhoog te komen. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar ik ga er niet meer van drinken. Doe dit niet. Ook al zeggen ze dat het ontzettend gezond voor je is, duurt 2,5 week en tegen de tijd dat je een slokje hebt genomen, dan kotst je het alweer uit. Een Scoby, hartstikke leuk, kombatje maken, lekker doen, maar niet voor ome Jan. Ome Jan is hier helemaal klaar mee. Het hele proces heeft heel lang geduurd. Wat het heeft opgeleverd is een bakje viezigheid. Ik geef dit hele proces, dit hele product een 3. En ik zal echt heel veel mensen, en heel veel dames ook in dit geval, teleurstellen. Maar ik voel me hons en hons broert na het drinken van deze fles gefermenteerde geitenpis. Ik ben er klaar mee. Ik stop ermee. Het is afgelopen. Ik ga naar bed. Ik voel muziek. De groeten. En de mazzel. Gadverdamme. Ja, daar krijg je dus niet zoveel trek in, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, goed, dan heb ik het zelf gemaakt en het bleek dat ik het allemaal verkeerd had gedaan. Tenminste, dat het niet gelukt was, want er zou dus koolzuur moeten zijn gekomen. En er is geen koolzuur gekomen. Liever gezegd, er is alleen maar hele smerige drap van gekomen. Enfin, dit is gemaakt door iemand anders dan door moi. Dus dit zou misschien wel beter moeten zijn. Ik weet het niet. Hier heb je Captain Kombucha. Delicious Taste Original. Hartstikke leuk. En hier heb je Batu Kombucha. Organic Fermented Tea. Ik vind die lekker, maar dit moet beter zijn dan het spul dat ik zelf heb gemaakt.
Even met dit flesje zo. Atsie, flatsie. Oh, ja. Er komen weer herinneringen. Er komen weer herinneringen boven. Dat is één. En Captain Kubatja. In het blikje. Oh, dit is... dat is even wat lichter. Zoals je ziet, dit is de kombucha als je een avondje veel water hebt gedronken. En dit is de kombucha als je veel bier hebt gedronken. Het ziet eruit als ochtendurine. Het smaakt erger dan ochtendurine. Terwijl ik nog nooit ochtendurine heb gedronken. Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Deze smaakt best lekker. Het is fris. Licht koolzuurtje. Het is helemaal niet vies van smaak. De geur associeer ik inderdaad met ellende, maar de smaak zeker niet. Het is best lekker, het is fris ook. Ik heb hier wel een beetje problemen mee, omdat ik heb het gevoel dat dit exact hetzelfde is als de meuken die ik zelf toen heb gebruikt in 3 weken. Het ruikt ook exact, nou, dat is niet waar. Het ruikt niet helemaal exact hetzelfde. Deze ruikt meer naar fruit en die voor mij... Die rook gewoon naar bedorven overgeefsel. Naar de ramen. Hier zit iets meer koolzuur in, meer prik. Maar ook niet. Ik weet niet of je het koolzuur moet noemen, maar je merkt dat het door de fermentatie dat er prikkeltjes ontstaan. En dat maakt het echt fris. En deze smaak, ondanks dat het er wat goorder uitzag dan die, is ook heel fris. Maar deze is veel meer fruit. Wat zit hier? Oh, passiefruit zit hierin. Staat er gewoon op. Passionfruit. Passiefruit. Ja, dat proef je wel. Overigens vind ik dat een zeikerig fruitje. Die zo'n hard schil met die pitjes en de gele drap erin. Dat ik net... Hoe heet dat? Piccalilli wat erin zit. En dat doen ze dan snijden ze dan door het midden. En dat leggen ze dan op je bordje als versiering. Hè? En als je heel dom bent, heb je net lekker gegeten. En denk je, nou ik slurp even die halve passievrucht ook nog even leeg. Ja, dat moet je niet doen. Enfin. Deze is ook niet vies. Maar het doet mij wel meer denken aan die bagger die ik ooit heb gemaakt. En ik ga niet zulke hele slechte cijfers geven. Als je misschien zou verwachten. Een momentje... Mijn lichaam wilde even een puntje maken bij me. Die wilde even duidelijk maken. Stop hiermee. Nou, bij deze. De Captain Kubatja is, vind ik lekker. Die is echt fris. En lekker pikkeltje. Die kan je erbij hebben. En ik zou je wat stellen. Je proeft dat het gezond is. En dat is het dus ook. Deze krijgt van mij een 7. Ja, is even een andere koek. Want dit is echt niet een kubatja dat je denkt... Godverdikke, ach, dat is gewoon dat verrotte. Die verrotte treedrap. Alleen als je hem drinkt, is hij best fris en is hij smaakvol. Dus deze krijgt een 6. Maar dat heeft meer te maken met mijn memory lane. Ja, mooi. Nou jongens, hebben we toch weer kombucha gereviewd. En deze keer is het me beter bevallen dan de vorige keer. Nou, daar.